De Groningse vechtsporter Paolo Boer heeft deelgenomen aan de Ultimate Fighter in Las Vegas. In deze reality-serie en competitie wordt de sport MMA beoefend. Bij MMA worden technieken van verschillende vechtsporten gecombineerd. In april begon Boer aan de try-outs voor de Ultimate Fighter. Hij doorstond de try-outs en ging door naar de selectieperiode. Boer wist zich gedurende 6 weken staande te houden en kwam uiteindelijk bij de definitieve selectie van 32 man. Deze selectie bestond uit enkel Europeanen, onder wie 2 Nederlanders. Toen heb je uiteindelijk te horen gekregen dat jij erbij zat. Wat ging er door je heen? Ja, toen was ik blij. Toen was ik blij en verheugd. Ja. Want uiteindelijk zou ik in mijn weten zou ik de eerste Nederlander zijn die meedoet aan de Ultimate Fighter. Maar ja, dat bleek dus ook anders te zijn, want er deed nog een Nederlander mee. Dus we waren met z'n tweeën. Dus dat was zeker leuk. Boer verscheen al eerder in het nieuws omdat hij vorig jaar Nederlands kampioen MMA werd. MMA is al tijden een grote sport in Amerika en nu ook opkomend in Europa. Boer zat in Team Europa en vocht tegen Team Amerika. Het is gewoon een droom die uitkomt. We zaten daar op de set met wereldberoemde mensen. Heb ik het over mensen die sterren zijn in Hollywood. De sterren van de UFC. En daar zit je gewoon iedere dag bij en dan leef je mee. Ja, het is gewoon geweldig. Het is vet. Het is voor een vechter is het eigenlijk het grootste wat je kan meemaken. Het is echt tof om mee te maken. De Ultimate Fighter, waarin Boer te zien is, wordt vanaf 14 september in Nederland uitgezonden op Fox Sports.